Maandag 8 juli kwam de gemeenteraad van Zaanstad bijeen in een extra vergadering in verband met de ontstane situatie binnen de VVD. De VVD is uit het college gestapt. 2 van de 6 fractieleden zijn voor zichzelf begonnen als Liberaal Zaanstad. En daarmee steunt het college niet meer op een meerderheid. Stevige discussies over de gang van zaken. En ook een motie van treurnis die werd ingediend door de 4 partijen. De Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad en de Partij voor de Vrijheid. Deze motie kon alleen maar rekenen op steun van de 4 genoemde partijen en haalden het daarbij niet. Dat is geen verrassing. Deze uitkomst hadden wij natuurlijk ook wel verwacht. Maar onze strategie was in ieder geval om hem in te dienen, om een signaal af te geven. Ik denk dat is het belangrijkste. En er is natuurlijk wel wat loos in deze stad en dat is wel gebleken vanavond in het debat. Is het in de stad of alleen binnen de fractie van de VVD? Nee, ik denk dat het niet alleen inmiddels in de fractie in de VVD is. Daar is het begonnen, maar inmiddels is er gewoon een minderheid in de coalitie. Dus vandaar dat wij kritische vragen hebben gesteld. En wij en ook de POV en ook die andere partijen die hebben mede ingediend zijn van mening dat we gewoon van scratch af aan moeten beginnen. We moeten gewoon nieuwe onderhandelingen beginnen. En niet zoals nu voorgesteld is, de huidige partijen blijven lekker zitten en we gaan dan wel partijen erbij zoeken. Nou, vanavond is duidelijk gebleken dat de linkse partijen GroenLinks en de SP al sollicitatiebrieven hebben afgegeven. Die willen gewoon waarschijnlijk meegedoen. Dus we krijgen, als zoals het nu uitziet, krijgen we een erg linkse coalitie met de VVD erin. Ik wens veel sterkte. Er werd natuurlijk ook gevraagd van, zijn jullie bereid om in het college te stappen? Onder andere ook aan de POV. Jij gaf aan Harry meteen van ja, maar dan moeten we allereerst behoorlijk afgelost worden. Reactie vanuit de Partij van de Arbeid bij monden van René Tuin was, ja goed, dat willen we ook wel, maar er moeten nog zoveel andere dingen gebeuren. Zet je je dan feitelijk zelf al niet een beetje buitenspel? Nee, dat lijkt me niet. Ik heb in dit tuin overigens horen zeggen van ja, jullie eisen die zijn voorbarig, dus daarom gaan we niet met jullie praten. Ik denk dat het heel wijs is om nu te zeggen, we gaan wel inlopen op die schuldenlast. Want hij wordt alleen maar meer en groter en het is best wel een drama. Maar ja, als dat een reden is om niet in het college te gaan zitten, dat vind ik wel een beetje apart. Ik heb gezegd, ik wil best wel bestuursverantwoordelijkheid nemen, maar niet in dit college. Ik vind dat we opnieuw moeten beginnen en dat we gaan kijken naar een veel bredere gedragen basis dan die 2019 die er nu weer aan zit te komen. Als je gaat tellen en je gaat ervan uit dat de VVD het college blijft steunen en GroenLinks erbij telt, dan kom je iets breder uit volgens mij toch? Ja, als je gaat tellen met GroenLinks SP kom je uit op 20 en dan 4 van de VVD om het te steunen. Ja. Ik wens ze een fijne wedstrijd, maar daar gaan wij niet overal in mee. Zijn jullie wel bereid tot gesprekken? Op dit moment? Nee, ik niet. En DZ? Hey, wij zijn ook heel kritisch. En wat, ik wil nog even terugkomen wat Harry ook net vertelde over de Partij van de Arbeid. Dat was toch nog wel een uitspraak die René Tuin deed. Niet verbazend, want zo zit de Partij van de Arbeid in elkaar. Door gewoon te zeggen, ach, geld uitgeven, dat die 500 miljard schuld maakt niet zoveel uit. Want we moeten toch zoveel doen in deze stad. Er moet alles gebouwd worden. Dus we moeten gewoon geld uit blijven geven, ondanks dat we een 500 miljard schuld hebben. En daar zijn we gewoon principieel op tegen. Dat is één van de oorzaken waarom dat we het ook deze meer inzetten. Harry, ik denk dat je het daarmee eens bent. Dit vind ik het is typisch een Partij van de Arbeid uitspraak van, joh, er is niks aan de hand. Ja, we hebben 500 miljard schuld, maar we gaan gewoon door met uitgeven. Ja, er komt natuurlijk ook nog een keer 100 miljoen transformatiefonds aan. En dat we moeten bouwen en dat we geld moeten hebben. Maar we hebben maar 3 miljoen op de rekening. En de rest moeten we lenen. 100 miljoen. We gaan het weggeven. We hebben geen afspraken over hoe dat geld weer terugkomt in de algemene middelen. Maar wij betalen wel rente. Dat vind ik toch een beetje apart. Rente is heel laag, hè? Ja, nu. Maar wat gebeurt er als die ineens heel snel omhoog gaat? Want alle kortlopende leningen moeten worden afgelost, nu afgesloten worden. Langlopende leningen, die staan nog wel redelijk zeker. Maar met 640 miljoen schuld is de risicostijging een enorm probleem. We vragen alleen maar om een gezond huishoudboekje. En dat we moeten gaan bouwen, daar zijn we het mee eens. Hè? En, ja, precies. En dat is nou precies de reden waarom dat wij het op deze manier hebben ingezet vanavond. Wij willen niet dat het hele college opstapt. Want wij vinden het gewoon een brevet van onvermogen. Als dit college niet in staat is geweest en voorgaande colleges om de financiële huishouding op orde te krijgen, dan vinden wij dat een brevet van onvermogen. Ja. En dat was onze insteek. En daarom hebben wij zo op deze manier gereageerd vanavond. Het gaat niet alleen om de VVD. Het gaat om het hele college. Dat was ook onder andere mijn betoog vanavond. Maar dit college zit er grofweg een jaar. Die hebben natuurlijk wat dat betreft niet heel veel kunnen doen aan de punten waar jullie misschien wel heel veel kritiek op hebben. Nee, daar heb je ook gelijk in. En we zeggen ook niet dat de wethouders het allemaal heel slecht doen. Dat zeggen we niet. Wij zeggen alleen, als je nu toch de kans hebt, ga dan naar een ander college toe. En ga zorgen dat je links en rechts in balans hebt.
Je hebt rechts, links en midden. Nou, als je dat goed doet. Dat was namelijk het eerste voorstel al van Arjen Gerritsen en Peter Boom. Om het op die manier te doen. Ja, de VVD wilde het niet. En zoals het er nu naar uitziet, stappen wij er niet in. We willen best bestuursverantwoordelijkheid, maar niet op deze manier. En ik zie overigens nog niet de VVD, dat zei ik zojuist al, de VVD in dit college dan gaan zitten en misschien gedogen met zo'n linkse samenstelling. Dat vraagt om problemen. Of de partij, de VVD, is zo links geworden, waar je ook inderdaad je vraagtekens bij kan zetten, vinden ze het akkoord. Maar ik heb daar sterk mijn twijfels aan wat de achterban van de VVD Zaanstad daarvan vindt. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus dat mag de VVD uit gaan leggen. Ja. Hoef ik niet te doen. Ik vind het niet in de cultuur van de VVD passen, maar dat is mijn probleem niet. Nee, het is niet liberaal. Dat ze dus een besloten ledenvergadering houden. Ik begrijp dat niet. Het is mijn probleem niet. Ze laat ze maar lekker uitzoeken, zou ik zeggen.